Ze zijn nog steeds op zoek naar Albert van den Onderbroek, die op een dag verdween naar Damascus. De buurvrouw riep nog, mag ik mee? Maar er was geen plaats voor twee op Alberts brommobiel uit 1880. Het laatste wat ik heb gehoord is dat hij door Damascus snort. Hij noemt zich Shanti Up naar beurt. Hij draagt zo'n gekke nieuwe jurk. Maar één ding moet toch echt gezegd: het leven is nog niet zo slecht. Nee, echt. In Damascus. Waar? In Damascus. Wat zeg je nou? In Damascus. Meen je dat? In Damascus. Ze heet ook wel Beatrix, maar ze lijkt in niks op onze koningin, op onze koningin. Ze heeft ook een rode cape met een meterslange sleep. Staat wel een beetje raar, staat wel een beetje raar. De troonrede leest ze thuis voor, knipt af en toe een lintje door. Draagt jurken van satijn, een muts van bont en hermelijn. En elke dinsdag gaat ze met vriend Klaas Snack, Barsje, Harry op de hoek. Bestelt een patatje pindasaus voor Beatrix van den Onderbroek. Harry, gooi er voor mij maar een frikandelletje in. En een balletje mayo. Twee broodjes papaw. Zeven bitterballen en een berenlulletje. Bedankt, Har. Cornelis senior? Ja, Cornelis junior. Hebben wij de vaatwasser al buiten gezet? Verdorie! Nee! En daar gingen onze helden. Cornelis senior en Cornelis junior van den Onderbroek. Geheime missie: het buitenzetten van de vaatwasser. De vaatwasmachine moet nu naar buiten, want je leeft maar één keer. De vaatwasmachine moet nu naar buiten, want je leeft maar één keer. De vaatwasser moet wel weer naar binnen, hoor. Ik heb hem nodig voor de vaat. De vaatwasmachine moet weer naar binnen, want je leeft maar één keer. De vaatwasmachine moet weer naar binnen, want je leeft maar één keer. Dit is het ware, maar niettemin rare verhaal van Doris van den Onderbroek. Een man van onvermoede kwaliteiten. Doris van den Onderbroek ging bij Natasja op bezoek en had vervolgens alle koekjes op. Hij zei, ik ben toch niet tot last, en keek dan in de keukenkast. Begon op zijn gemak aan de pot drop. Maar wat de mensen vaak vergeten, is dat Doris heel graag wil weten bij hoeveel snoep en drop hij misselijk wordt. Goedemiddag, hier volgt de uitslag van het onderzoek. Doris van den Onderbroek wordt misselijk bij 6 kilo drop,
4 kilo koekjes, 17 lollies, 8 ijsjes, 2 zakken chips paprika en 8 zakken chips gewoon en 1 donut. Dus Doris snoept, het is geen grap, uit naam van de wetenschap. Wil jij dat ook? Stuur dan een kaart naar postbus 10 in Pudelstaart. Einstein keek vaak in een boek, maar er gaat niks boven onderzoek. Hiep, hiep, hoera en tjoek, 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 voor Doris van den Onderbroek. Voor meer informatie, kijk op internet www.geenetenmaarlekkersnoepen.nl. Elke nacht bij volle maan zie haar eenzaam op de kade staan. Haar haren waaiend in de wind. Met in haar hand de foto van een kind. Elisabeth van den Onderbroek heeft een geheim. Ooit was zij de moeder van een kind, maar het kind ging varen samen met zijn vader. En de zee neemt. Dit is Freddy van den Onderbroek en ik ben een bluesman. Ik speel de blues tot aan de morgen. Dat doe ik nu al 18 jaar. Ik maak me nooit echt zorgen, want de blues en ik horen bij elkaar. Meneer van den Onderbroek, u heeft de huur mee niet betaald. Als dat zo doorgaat, wordt u uit uw huis gehaald. Morgen wil ik geld zien, dat wordt betalen vet. En kap nog met die bluesmuziek en ga op tijd naar bed. Wat zij niet begrijpt, is dat het hier juist over gaat. De blues gaat over arm zijn en leven op de straat. Bedankt mevrouw van Deudekom voor uw raad en uw adviezen. De blues en ik hebben niets meer te verliezen. De blues en ik zijn hele dikke vriendjes. De blues en ik, we houden van elkaar. De blues en ik zijn hele dikke vriendjes. De blues en ik, we houden van elkaar. Saxofonist, het is afgelopen hoor. Het is afgelopen. Oh, sorry. Dat altijd wint, geboren wordt geluk. Voor jou blijft het altijd droog, jouw auto gaat nooit stuk. De zon zal altijd schijnen, al is het in een boek. Voor Gisella van den Onderbroek. Hé Gisella, hé Gisella, waar zou je bang voor zijn? Speciaal zijn.
altijd schijnen, al is het in een boek. Voor Gisela van den Onderbroek. Herman, die hield van Queen, maar hij werd er steeds maar mee gepest. Hey Herman, mamma mia, mamma mia. Op een dag was het genoeg en hij ging er vandoor. I want to break free. Dit leven was te zwaar voor hem. It's a hard life. Haal me nu niet tegen. Don't stop me now. Ik wil niet langer leven. Wants to live forever. Ik heb iemand nodig die van mij houdt. Find me somebody to love. Ja, nu heb ik er genoeg. Ik wil dat jullie stoppen met die geintjes. En ik wil het nu. I want it all. And I want it now.